Met een goed onderhouden steelstofzuiger van Dyson garandeer je een goede zuigkracht en gaat je toestel ook een stuk langer mee. Mijn naam is Ornella en in deze video toon ik je de beste manier om je stofzuiger te onderhouden. Let's go! Dyson is natuurlijk al heel lang het merk als het gaat om steelstofzuigers. Elk jaar komen er nieuwe toestellen en innovaties op de markt om je leven nog makkelijker te maken. Maar toch is goed onderhoud van je toestel steeds van groot belang. Eerst en vooral is er natuurlijk het stofreservoir. Het klinkt logisch om deze te moeten leegmaken, maar het is vooral belangrijk om die tijdig te doen. Hoe voller het stofreservoir, hoe moeilijker je stofzuiger het zal hebben om al het vuil te kunnen meenemen. Om de beste resultaten te behouden, kan ik als beste tip meegeven om het stofreservoir gewoon na elke poetsbeurt leeg te maken. Als tweede stap is het belangrijk om ook af en toe de vloerzuigmond en borstels te reinigen. Dyson heeft deze ontworpen zodat deze zo vlot mogelijk werken. Maar toch is het interessant om ook hier naar te kijken. Maak de borstel los van de zuigbuis met behulp van de ontgrendelingsknop. Afhankelijk van het model kan het zijn dat je hiervoor een kleine munt nodig hebt. Hierna gaan we de borstels reinigen. Het vuil dat zich hier eventueel heeft opgehoopt, kan je het best met de hand weghalen. Vervolgens spoelen we de borstel onder de kraan en laten we deze vervolgens drogen voor we de borstel weer in de vloerzuigmond monteren. Misschien wel het belangrijkste onderdeel om na te kijken bij een Dyson steelstofzuiger is de filter. Het stof hoopt zich namelijk op in de filter, waardoor de uitblaaslucht na een tijd vuil wordt. Maak de filter daarom één keer per maand schoon. Als je dagelijks stofzuigt, moet je de filter best om de 6 maanden vervangen. Hoe ga je precies te werk? Dat is heel simpel. We trekken eerst de filter aan de bovenkant naar buiten. Je herkent de filter trouwens heel makkelijk door zijn gekleurd omhulsel. Vervolgens kunnen we de filter schoonmaken door rustig het stof eraf te tikken. Hierna mogen we de filter ook gerust onder de kraan met koud water reinigen. Het is wel belangrijk om hier geen schoonmaakmiddelen te gebruiken. Om af te sluiten laten we de filter eerst 24 uur drogen. Dit is belangrijk aangezien de filter absoluut niet nat in de stofzuiger mag. Hierna kan je genieten van een goed onderhouden steelstofzuiger van Dyson. Wil je nog meer tips voor het onderhoud van je elektro? Check dan zeker onze andere video's en abonneer je nu op ons YouTube-kanaal. Tot dan!